Een fris, mooi feestgerechtje. Luister eens. Carpaccio van Sint-Jacobsvruchten, krokante bloemkool, koriander, pitjes van granaatappel en een heel frisse vinaigrette. Wat denk je daarvan? We beginnen met de vinaigrette. Ik ga een granaatappel persen. Daar gaat sap van de limoen bij. We gaan dat een beetje kruiden. Olijfolie. En alles mengen. Ik heb hier 2 goede eetlepels van nodig. Eetlepels rijstazijn en 4 eetlepels olijfolie. En dan gaan we afkruiden met zout en piment d'Espelette. En kijk eens wat een prachtige vinaigrette. Schoon, hè? Dat kan je dus allemaal mooi op voorhand klaarmaken. Ik heb hier nog de helft van mijn granaatappel liggen en die ga ik uitkloppen. En mijn Grace die eet dat super graag, granaatappel. Ik heb hier al liefdesaus gemaakt. Ik heb liefdesaus gemaakt, ja. Dat is de garnituur dat we gaan op de carpaccio. Voilà, ze zijn er allemaal uit. Zie je? Dat is allemaal mooi leeg. Want we zijn een vinaigretje aan het maken voor carpaccio van Sint-Jacobsvruchten. Ken je dat? Dat zit hierin. Ik weet wel wat dat is hoor. Dat is heel lekker, dat weet ik. Ja, sorry. Dus die Sint-Jacobsvruchtjes die gaan we super dun snijden. En ofwel heb je een super scherp, je hebt sowieso een super scherp mes nodig. En je kan die ook heel eventjes in de diepvries leggen. Want wat gaat er dan gebeuren? Je wordt haar opgestoven. Opgesteven, ja. Voilà, bordje mooi vol. Oké, wat zijn de andere garnituurtjes? Bloemkool. En we gaan die roosjes ook op de mandoline super fijn gaan snijden. De laatste garnituur is een limoentje waar we de schil gaan vanaf doen. Ook het wit, want het wit is bitter, dus dat mag er zeker niet bij. Dus dat moet er allemaal super goed af. Zie je, totdat je een mooi limoentje hebt zonder de schil. Dus dit zijn alle garnituurtjes dat je perfect kan op voorhand maken. Plasticje over, in de koelkast, je kommetjes en dan als je aperitiefje gegeven is. Want de vinaigrette is zuur, dus wat gaat dat doen met je Sint-Jacobsvruchten? Die gaan garen, dus je mag niet de vinaigrette op voorhand doen. Maar als dit klaar staat, dan zijn we de king van de mise en place. Dus dan zegt de chef, oké, 2 carpaccio de Saint-Jacques, 2 carpaccio's van Sint-Jacobsvruchten. En dan kunnen wij dat dresseren, want al onze garnituurtjes staan klaar. En die mag je daar kriskras onder gaan steken. En dan de granaatappeltjes erop. Kijk eens hoe mooi. Ga die sneetjes in 2 snijden, want anders is dat misschien groot als je zo'n volledig stuk in je mond hebt. Mooie vinaigrette erop. Oh, dat zou ik echt super graag eten, zeg. Zo mensen, hopelijk heeft het u geïnspireerd en hebt je goesting in carpaccio gekregen voor uw feestdagen. Het receptje van deze carpaccio staat op delijze.be. En ik zou zeggen, maak er het beste van. Heel fijne feesten. En hopelijk hebben jullie leuke pakjes van de kerstboom. Hopelijk krijgen jullie heel leuke pakjes. Dank je om te kijken. Bye. Ja.